U kijkt naar de artiesten van de Bollywood Dinner Show. Een fantastische show geproduceerd door de bekende Russische artiesten Victoria Bocharova en haar showballet. De presentatie ligt in handen van de first runner-up van de Miss India Holland 2005, Roshini Kalpoe. De première is op 3 maart 2007 in het restaurant Het Gouden Hoofd op de dagelijkse groenmarkt nummer 13 in Den Haag. Voor informatie en reserveringen kunt u bellen op 020 614 2033 of kijk op www.bollywooddinnerparty.nl. Beste kijkers, ik zit hier tussen Victoria en Thijs. Zij hebben samen een Bollywood dinnershow georganiseerd en ik ga ze even enkele vragen stellen. Victoria, welkom. Kun jij jezelf even voorstellen? Nou, mijn naam is Victoria Bocharova. Ik ben dansdocent van Hindustaanse dans Bharatanatyam en Oriëntaalse dans, met name Egyptische buikdans. Oké, als ik zo naar je kijk, dan zie ik niet 1, 2, 3 een Indiase vormen zitten. Je bent niet van Indiase afkomst, maar je bent wel geïnteresseerd in de Indiase dans. Kun jij daar iets over vertellen? Indiase cultuur boeide mij vanaf jongs af aan. Ik kom oorspronkelijk uit Rusland. Rusland en India hadden altijd enorme vriendschap met elkaar. En vanaf mijn 8e ging ik altijd naar de bioscoop om Hindustaanse films te kijken. En daardoor is mijn belangstelling gekomen voor de Indiase cultuur, dans, muziek, theater, noem maar op. En ben je op jonge leeftijd ook begonnen met dansen? Ik ben begonnen op mijn 15e. Daarvoor moest ik van mijn moeder heel hard presteren met zwemmen. Maar uiteindelijk ben ik vanuit mijn stad, Lvov, ik ben geboren in de Oekraïne, was ik verhuisd naar Moskou, de hoofdstad van de Sovjet-Unie toen. En daar heb ik opleiding gevolgd bij de Indiase ambassade, grotendeel. En later ben ik gegaan naar Madras met mijn lerares, Rina Dayal, om Bharatanatyam nog beter te leren, te perfectioneren, tot in de puntjes. En hoe lang heb je zelf gedanst in India? In India had ik opleiding van 1 jaar. Dat mocht helemaal kosteloos, op kosten van de regering, want we hadden een enorme culturele vriendschap met India. Ik heb wel in die jaar heel veel lessen kunnen nemen bij Chitra Visvesvaran, Sudharani Ratnapati en Kumari Swarnamukhi. Dus dat zijn echt de topsterren van Bharatanatyam. Okay. En je hebt jezelf gespecialiseerd in Bharatanatyam of heb je daarnaast ook nog andere Indiase dansvormen gedaan? Nou, ik heb mij verdiept in Hindustaanse cultuur, religie, filosofie. En ik heb begrepen dat de Indiase dans draait om de godsdienst. En dat boeide mij in eerste instantie. Ik wilde dat echt tot in de puntjes beheersen. En later ontdekte ik natuurlijk nog folkloristische dans, Rajasthani, Punjabi. En later natuurlijk de Bollywood. Maar nu gaat het om de Bollywood Dinner Show. Die gaan wij presenteren 3 maart in Den Haag, in het Gouden Hoofd. En dat is natuurlijk een andere richting van Hindustaanse dans dan klassieke Bharatanatyam dans. En hoe zijn jullie eigenlijk zo samen op het idee gekomen om een Bollywood dinnershow te organiseren? Ik denk allebei een beetje. Ik ken Thijs heel lang. Ik treed voor hem op voor de buikdansshow meestal. Maar we zijn op een idee samengekomen omdat hij wist dat ik nog heel goed Indiase dans kan laten zien. Hadden wij besloten om de show daarvan te presenteren. En hoe moet die show eigenlijk eruit zien? Wat kunnen de mensen eigenlijk verwachten? De show ziet heel veelzijdig uit. Ik laat de kijker de Bollywood
laten zien van de 80 jaren, 2000 jaar en nu. Hoe ziet de Bollywood dans nu uit? Ga je de show dan alleen presenteren of heb je nog een medewerking van andere mensen? En ik ga zeker niet show alleen presenteren. Ik ben wel de hoofdpersoon daarin, maar ik heb mijn showballet, meisjesballet daarbij. En natuurlijk de allerleukste presentatrice, Rosny Kalpo. Oké, dat is onze presentatrice van Tsunami TV. Rosny Kalpo gaat dus uw show presenteren. Oké, dat is heel erg leuk. Jazeker, dat is heel toevallig, hè. En even terug te komen op die show zelf. Uw groep bestaat eigenlijk uit een aantal meiden. Kunt u daar iets over vertellen? De meiden komen eigenlijk uit verschillende landen af. Uit Nederland, Curaçao, India, Rusland. Dus multicultureel. Ik wil heel graag show presenteren. Dat als mensen die show hebben gezien, dan zullen ze nog heel lang een mooie indruk van overhouden. Dat is mijn streven. Oké. Nou, ontzettend veel succes met de show en hartstikke bedankt voor dit gesprek. En dan ga ik nu over naar Thijs. Dank je wel. Thijs, zou jij je even kort willen voorstellen? Ja, ik ben Thijs de Graaf. Ik heb een artiestenbureau, evenementenbureau. En ik ben eigenlijk al jaren in contact met Victoria. En die belde me op een gegeven moment op van kom eens kijken naar mijn show die ik ga doen in Kaatsheuvel, zit ze in Tilburg. Daar ben ik naartoe gegaan, daar was ik van onder de indruk. Ook van de mensen die er allemaal bij waren. Het was een hele leuke avond. Ik heb heel veel mooie dansen gezien. Van kleine kinderen tot grote mensen. En dat trok me aan. Zij wilden eigenlijk een show doen in het theater. Daar ben ik niet zo heel erg bekend in. Maar wat wij weer veel doen zijn dinnershows. En toen dacht ik, hey, misschien is het leuk om een dinnershow te organiseren. Want voor zover ik weet is dit de eerste en enige dinnershow ter wereld die met Bollywood te maken heeft. En welke rol vervul jij in deze show? In de show ben ik alleen maar de organisator. Ik zorg dat we de zalen hebben, de restaurants waar het gegeven wordt, dat het eten goed is. Dat is niet mijn directe taak, want dat doen de restaurants zelf. En ik zorg dat iedereen op tijd aanwezig is, dat de kaartverkoop kan plaatsvinden enzovoort enzovoort. Dus de organisatie van het hele gebeuren. Oké, en kun je kort iets vertellen eigenlijk hoe zo'n avond eruit ziet met diner, eten, de combinatie daarvan? Ja, dat is een beetje afhankelijk van het restaurant waar we doen. We beginnen in, dat is de première in het Gouden Hoofd in Den Haag, op de dagelijkse groenmarkt zit dat. Dat is op 3 maart, zaterdagavond. 7 april gaan we naar een afdeling van de arena, is ook weer een dinnershow die we nog groter hopen te zijn, want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En dan komen de mensen binnen, zeg maar vanaf 7:30, 8 uur gaat het beginnen, van 7:30 komen ze binnen, dan krijgen ze wat ik begreep heb. Daar nu staat er al het voorgerecht op tafel, later wordt de soep uitgeserveerd. En dan begint het eerste gedeelte van de show, mensen krijgen dan een show van Victoria en haar cast. En vervolgens is er weer een pauze, dan komt het hoofdgerecht, wordt opgediend. Dan gaat de show weer verder met heel veel dans en muziek. En als het hele programma achter de rug is, wordt er afgesloten met muziek. Vooral salsa, dat er lekker gedanst kan worden. Dat is dan de bedoeling. En wat voor een publiek hoopt u eigenlijk hiermee aan te trekken? Ja, toch wel gemengd. Ik denk dat er veel mensen van Surinaamse afkomst zullen komen. Want ja, die spreekt het aan, daar is het ook in eerste instantie voor bedoeld, die zullen dat willen zien. Maar ik denk dat er zo langzamerhand heel veel Nederlandse mensen ook graag willen kijken wat er is. En ja, dat kan in dit geval heel erg goed, dus ik hoop een gemengd publiek. Nou meneer, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek en ontzettend veel succes jullie allebei met de show. En ik kom zeker kijken. Dank u wel. Dames en heren, jongens en meisjes, hier in...